Pieter had geen idee wat hem die dag allemaal te wachten stond. Meneer, meneer! Een centje alstublieft! Met een boek, hij beweegt niet meer! Hij was ten eens zo soepel, maar nooit godverdomme miljarden rond een tjew, godverdomme miljarden, kaka! Nu ligt hem door en het is mijn enige eten, een aalmoes. Ik heb te weinig informatie om daar een degelijk antwoord over te geven. Heeft uw bok een naam of een achternaam? En liefst een combinatie van beiden, zodat ik... Juleke! Juleke van den Hoek! Juleke, dat is goed, maar heeft hij ook een achternaam? Want om combinaties voor- en achternaam te kunnen creëren, kan ik echt tot schadelijke bijdrage komen. Meneer, hoe verdorie gesmeken die van den Hoek! Pieter wist met zichzelf geen blij. Zo'n soort van vrouw had hij nog nooit ontmoet. Pieter was namelijk... Nee. Maar Pieter, ik zou mij echt nu hier aan uw voeten willen werpen en gewoon de database van uw leven willen zijn. Ja, werpen voor mijn voeten. Ik begrijp dat wel, maar... Oh, een emotie! Oh, het is alweer voorbij. Nee! Nee! Dan gieten we zien de statistiek. Boek, mijn hartslag is gerezen tot 64. Ik voel mijn bloeddruk. Ik heb heel een dag gewerkt en gewacht hier aan de poort van Materialize. Met een boek. Ik heb hem hier mee, hij kruipt niet meer, hij is niet meer soepel. Het Facebookbericht van de vriendelijke vrouw leek daar niet onverschillig. Maar Pieter, allee ja, jij bent een teamleader. Maar als je met mijn team wilt zijn, dan zou dat echt kunnen leiden tot iets veel meer. Oh, ik zou met jou wel mijn leven willen delen. Maar ik denk dat ik nog niet klaar ben voor kinderen en ik zie dat jij al ouder wordt. En ook eerder eigenlijk met de dag. Ja, maar ik heb een plan. Kom met mij mee naar de poort. De kans dat onze kinderen mooier zijn dan... Die bok? ...is relatief klein. En zo kan ik twee klappen in één vlieg vangen. Mevrouw. Hij is ten dood, godverdomme. Oh. Dood. Het was het enige wat ik nog had in mijn leven. En Pieter, ook dat... jij smeerlap. Wat? Zuile socialist. Dat doet je niet met de mensen. Weer een dag op het werk. Wat in de tijd had ik allemaal kunnen weten deze ochtend, want er waren dreigende onweerswolken en slecht weer voorspelt altijd een negatief verhaal. Alsjeblieft.